Music for Care heet de voorstelling, moet ik zeggen, die over een paar weken gebeurt, hè? Ja, dat klopt. Voor het tweede jaar in successie gaan we het weer organiseren. En we zijn wederom verheugd dus dat wij weer vier totaal verschillende muziekstijlen bereid hebben gevonden om belangeloos mee te werken aan deze, ik hoop, weer fantastische avond, spetterende avond. Deze avond is voor een goed doel. Kunt u daar wat van vertellen? Ja hoor. Wij hebben deze avond georganiseerd ten behoeve van Diaconia. We zijn als Stichting Barenhelle Paris zijn wij in contact gekomen met Diaconia door het gemeentebestuur in Paris en met onze tegenstichting in Paris, Prietenia, die gezegd hebben, kunnen jullie wat betekenen voor Diaconia? Want zij verzorgen wat wij dan noemen de wijkverpleging in een groot aantal dorpen rondom Reggen. Dat is een grote plaats in de regio. En zij verzorgen onder andere ook de wijkverpleging in Paris. En daarvan hebben wij ja op gezegd om mee te helpen te ondersteunen. En wat zijn de werkzaamheden van die wijkverpleegkundigen? De werkzaamheden van die wijkverpleegkundigen zijn van de meest eenvoudige zaken, zoals het zorgen dus dat de mensen op tijd hun medicijnen, hun medicatie krijgen, het verzorgen van verbandmiddelen, het aanbrengen van verbandmiddelen, maar ook het wassen en soortgelijke werkzaamheden. Vorig jaar is dat ook gebeurd? Ja. En dat is gelukt, ja. Om een jaarsalaris bij elkaar te krijgen? Hè? Correct. Wij hebben toen de toezegging gedaan om het jaarsalaris van, ik blijf het zeggen, Camilla de wijkverpleegkundige, om dat te betalen. Dat is 4.000 euro op jaarbasis. En vorig jaar is het gelukt om dat geld bij elkaar te krijgen en het daar naartoe te kunnen brengen, zodat zij een jaar lang kon werken. Ja, en u dacht, dan doen we het weer. Men vroeg toen van, hoe denken jullie erover om het jaar daarna weer te doen? Nou, toen hebben wij gezegd van, we gaan het weer proberen. We gaan weer proberen om 4.000 euro bij elkaar te krijgen, zodat zij weer een jaar kan werken voor de mensen in Paris. Want wij zijn Barenhelle Paris. Ja. Is dit de enige actie die daarvoor wordt gehouden? Op dit moment, dit is een van de acties die wij gebruiken om het geld binnen te halen. Op 1 juni is er wederom de persmarkt, wel bekend hier op de Brink. Mochten wij geld tekort komen, dan zullen we geld van de persmarkt zullen we gebruiken om te zorgen dus dat die 4.000 euro bij elkaar komt. Eerst 15 maart Music for Care. Wie komen er? Wie komen er? We zijn blij, net wat ik toen straks al zei, we zijn blij dat er vier totaal verschillende muziekstijlen hebben kunnen organiseren. We zijn blij dat we kunnen begroeten Vrouwtje Hoidinga. Zij is een zangeres met conservatoriumachtergrond. Ze treedt ontzettend veel op bij allerlei soorten evenementen, bij gebeurtenissen, evenementen. Zij wordt begeleid door Harry Schram, een fantastische pianist. Verder komt ook Gerard Wortel, een cabaretier, ik noem het altijd maar wereldberoemd in Eemnes en omstreken. Ja, ik ken hem van Knijn. Nou, kijk, ja. Van Knijn, daar zat hij ook bij, dus dat wordt fantastisch. We krijgen ook een ontzettend enthousiast koor, de Get Together Choir en Band. Dat zijn 30 enthousiaste mensen dus die gospel zingen en die maken een fantastische potmuziek, heel aanbevelenswaardig. En we zijn ook ontzettend blij dat Sim Keizer van de Windy City Jazz Band ook gezegd heeft, ik kom ook en ik ga een hele vrolijke potmuziek maken in de pauze en daarna ook. Het wordt een fantastische avond, heel gezellig. Ja. En een ontzettend leuke presentatrice. Ja. Vorig jaar hadden we het ook al gevraagd en toen kon ze jammer genoeg niet, maar ze zei, kom volgend jaar terug, dan kom ik ook. Dus we zijn ontzettend blij en we vinden het hartstikke leuk dat Marijke Helwegen gezegd heeft, ook ik werk belangeloos mee aan deze avond, want ik vind het een fantastisch goed doel waar jullie mee bezig zijn. Nu is er een website, je kan al kaarten bestellen, misschien kunt u dat nog even noemen. Ja, natuurlijk. We hebben een speciale website in het leven geroepen, dat is www.musicforcare, op z'n Engels, aan elkaar. .nl, www.musicforcare.nl. En op die site staat met ook meteen een doorlink naar onze website van Stichting Barenhelle Paris. 15 maart presenteer je de avond Music for Care. Hoe was dat toen ze u benaderde daarvoor? Nou, ik had al een paar keer gelezen over Baren Helpt Peres.
in Roemenië en ik was daarvan onder de indruk. En toevallig kreeg ik van de voorzitter een telefoontje en een briefje gestuurd of ik interesse had om de avond te presenteren. En dat wil ik wel. Het lijkt me een heel goed initiatief dat mensen beseffen dat wij het niet alleen moeilijk hebben, maar dat we een vergelijking met mensen in Roemenië en met name in dat plaatje Peres het fantastisch hebben. Dus ik denk ook dat we hier een fantastische avond kunnen organiseren voor mensen die bijna niets hebben. En dat we met z'n allen ervoor kunnen zorgdragen dat we op 15 maart genoeg centjes ophalen om van ons uit hier, Baren Helpt Peres, een verpleegkundige te kunnen betalen die 2 euro per uur kost, let wel, 2 euro per uur, dat kunnen we allemaal wel missen, zodat we de mensen daar kunnen helpen. En het gaat met name om ouderen op sociaal vlak, op lichamelijk vlak en op geestelijk vlak. Mensen die ernstig ziek zijn, die niemand hebben die voor hen zorgt. En Baren Helpt Peres, zij betalen dan de verpleegkundige voor 1 jaar. Het zou mooi zijn, vorig jaar is het ook gelukt, dus we gaan er gewoon vanuit, hè? We gaan er vanuit en we gaan gewoon ons beste beentje voortzetten. En ik hoop ook dat mensen kaartjes gaan kopen en dat ze in de pauze nog een lotje kopen. Dan ga ik ook lotjes verkopen. En er zijn mooie prijzen. Er komt nog een hele grote prijs, maar dat mag ik niet verklappen. Kent u die artiesten die optreden? Er zijn verschillende artiesten waar ik over gelezen heb. En er zijn een paar hele goeie bij. Ik ga er even een paar noemen. Gerard Wortel is een hele bekende. En zijn repertoire bestaat uit Nederlandstalige, schertsende en satirische, maar ook heel ontroerende liedjes. Nou, dat vinden we altijd leuk. En dan hebben we ook nog, die is ook bekend, Fraukje Heutinga. En zij is een soliste, een sopraan. En ze wordt muzikaal begeleid door pianist Harry Schram. En dan is er nog een heel leuk liedje. Asturania. Nou, dat is toch wel een enige naam. En dat liedje, dat betekent om te zien dat hij me zou troosten, ging ik naar zijn groene dennenboom zitten. Nou, dit is mijn groene dennenboom, dames en heren, kijkers. Omdat de boom zag dat ik huilde, begon hij zelf ook te huilen. Nou, dat is toch prachtig, zo'n liedje. En hebben we nog een ander heel leuk liedje, Nana. Ik hoop niet dat alle mensen in de zaal dat gaan doen. Slaap, kindje, slaap. Slaap mijn schat, slaap mijn morgensterretje. Nou, zo heet het toch ook heten. Dus dat is dus Fraukje. En dan hebben we nog de Get Together Band. De Get Together Band. Dat is ook een hele mooie groep van 30 enthousiaste mensen die samen zingen en muziek maken tot de eer van God. Ook heel erg prachtig doen die dat. En dan hebben we nog de Windy City Jazz Band. Heel prachtig. En wat doen die? Die maken hele mooie liedjes van George Gershwin, zoals Summertime en My Man's Gone Now. Ik nodig u heel graag uit om op vrijdag 15 maart een feestavond bij te wonen in de Pauluskerk voor een geweldig goed doel. En dat is voor Baren Helpt Peres Music for Care. Nou, een prachtige naam, prachtige titel. En die avond wordt er een hele mooie muziekavond met geweldige artiesten gehouden om in Peres in Roemenië een verpleegkundige in dienst te kunnen nemen die voor 2 euro per uur, hoe goedkoop kan het zijn, oude mensen, maar ook andere mensen die ziek zijn, die geestelijke, sociale en lichamelijke problemen hebben, te helpen. Ik hoop dat u de moeite neemt om op vrijdag 15 maart hier naartoe te komen in de Pauluskerk. Prachtig allemaal, gezellig. U krijgt ook nog, u kunt een lotje kopen en dan krijgt u een mooie prijs. En ik ren rond om lotjes te verkopen. U kunt overal in Baren, kijkt u eens hier, kunt u kaartjes kopen. En het wordt een hele fantastische avond. Doe maar!